Hallo kijkers van Shine Spuit, welkom bij een gloednieuwe video. Het is tijd weer voor een bingo met Sander en Nando. Hey. Yes. We gaan er weer tegenaan, jongens. Laten we er een keer voor zorgen dat Nando niet wint. Oh. We gaan even snel de bingo kaart voorbij. Catch a Pokémon holding an item, dat is best wel random. Beat Aqua Admin die een Carvana of Sharpedo heeft. Wineout vangen. Pokémon with Levitate. 0 Pokédollars. Antidote, Awakening, a Paralyze Heal, Ice Heal en Burn Heal. Allemaal Epsilon hebben. Vangen. Ja, allemaal. TM06, Toxic. Ja. Battle every trainer in each gym you enter. Alweer? Ja. Lekker man. 6 verschillende Pokéball types. Ja, okay. Grovyle, ja. Big Pearl, Electrode of Magneton, 6 Soda Pops, Visit the Hotel, Illumise, Volbeat, Skarmory, een Ground Flying en Fire Type, nou, een party met 6 verschillende Pokémon met dezelfde type. Dus je kan ook niet 6 Sixagoons vangen, zeg maar. Zo nee. Zes verschillende types. Ja. Acrobike up the Jack Pass. 3 different Pokéblocks maken. Battle Beauty on Mount Chimney. En 3 starter dolls. We gaan weer voor de volle kaart of tot 9:30. Ja. Ja. Okay. Ik denk dat het niet volle kaart gaat worden, maar... Nee. Maar dan heb je ook gewonnen als dat gelukt is. Ja, dat is waar. Dat zijn de regels, denk ik. Ben ik nog wat vergeten? Het kan zijn dat ik tussendoor eventjes... de z'n katten eten moet geven. Ja. Gezellig. Okay. Komen die ook meedoen dan? Die komen ook meedoen. Nou, als ze honger hebben, komen ze zeker even langs. Oké, nou zeg dan. Maar als we beginnen. 3, 2, 1, start. Oh yeah, let's go. Ik was niet depressief nadat ik had gewonnen. Dus dat was al een hele overwinning. Ja. Maar het gevoel zegt me vandaag dat ik niet ga winnen. En ja, ik weet dat zei je de vorige keer zei dat ook. Dat zei ik de vorige keer ook. Maar ja, toen ging het opeens heel erg hard. Want ik had echt best wel een voorsprong in het begin. Ja, maar misschien is dat zo omdat... wat zou ik zeggen? Dat het mijn geluksdag was? Nee, I don't know. Was het je geluksdag? Nee. Oh, trouwens, als ik een beetje raar klink, dat klopt. Ik ben op ja, haar. Want ik weet waarom. Het heeft te maken met de Backstreet Boys. Ja. En dan denken ze, wat Backstreet Boys? Ze hebben een live tour en die ging van 2020 tot aan 2022 waren ze overal en ergens te gast. En nu zijn ze weer een beetje genokt daarmee. Ja. Oké. Okay. Precies dat. Ja, en er zijn heel veel mensen die naar de Backstreet Boys live tour zijn gegaan. Waarom? En dat is niet echt super goed geëindigd. Oh, omdat het niet goed was of? Nou, omdat ze een bezoek moesten brengen aan het ziekenhuis. En dat heeft dan met hun gezondheid te maken. Maar het kan ook zijn dat je gewoon dan niet naar werk kan omdat je ziek bent. Het is van alles en nog wat. En meestal noemen ze het COVID 19. Ja. Wojo, valspelerijing hier. Nee. Ik snap al hoe je dat doet. Ja, ik leg gewoon wat uit en dan hou ik jullie je makkelijk in. Oh, got it. Ik weet wel hoe je dat hebt gedaan. Ja, ik vertel dan een heel gaar verhaal. En dan ondertussen, terwijl ik het verhaal vertel, dan hou ik gewoon... Dat is een afleiding, meneering. Ja, een afleiding. Voor de mensen die het echte verhaal willen weten. Coronings.
Coronings. Ja, maar dat is ook wat ik vertelde, hoor. Ja. Ja, nee, weet ik. Alleen een beetje omslachtig. Ja. Ja. Alleen, ik ben niet echt bij de Backstreet Boys geweest, jammer genoeg. Want ik ben niet back again. But they call it the Backstreet Boys Live Tour Extravaganza. Ja, maar als er mensen doodgaan, is het dan nog wel een live tour. Ik daar maar zo. Dan is het een dead tour. Ja, precies. Kijk, My Landing, Snapting. My Landing, Snapting, Indeeting. Oké, ik moet even zo'n Torchicky verslaan. Oeh, ja, Torchickies. Ik hou wel van chickies. Dat is zeker waar. Weet je wat ik ga doen nu ik geld heb? Eten kopen. Nee, dat is niet waar. Maar wel andere leuke dingetjes. Die hebben dingetjes. Milan, ik ga voor de zero monies. Ook. Succes, Ing. In het begin heb ik altijd zo van... Kijken. Kut, ik kan naar zoveel plekken toe. Dat vind ik eigenlijk helemaal niet chill. Wacht, waar is dat? Wat al mee, joh. Ja, ik heb bijna elke stad al gezien inmiddels. Kijken. Kut, dit was niet de bedoeling. Oh. Onze grote vriend Safe Stating is back. Ja. Alright. Oeh, ja. En Sander, wat heb je de laatste keer geleerd van dit? Niks. Oh. Want ik ben nu alweer achteraan het raken. Ripping. Het probleem is, ik heb nog helemaal geen center gevonden. Heb jij al een center gevonden, nee. Milan? Oké. Okay. Nou, dan gaat het wel lekker zo. Oeh, als ik even... Oh. Is het wel... Wauw, als jullie dit zien, dan denk je echt, waar de fuck ben je mee bezig? Oh, gesoftlocked, nice. Super nice. Ik ben echt... Nee joh, Sander. Nou, terecht. Waarschijnlijk... Hoorde je dat? Hij zegt gewoon terecht, hè? Wat? Hoe durf je? Bruh, dat kan echt niet. Wat zei ik? Iets? Jij zei terecht dat ik gesoftlocked was. Zo, Sander. Zeg ik dat? Hmm. Oh, ik moet me niet laten afleiden. Ja, got him. Ladies and gentlemen, I did something of zo. Dat is best wel aai. I did something. Nou, wil ik hier en dan zo buy. Dan kan jij best wel willing. Dat weet ik. En dat doe ik dan ook. Kut. Leven. Oké. Okay. Leven is een wervelstorm hierin. Fuck, ik heb weer money. Duckstadding is wel een goeie. Ik hou van duckstadding. Ik ook wel. Oh jee. Dat is de fucking locatie. Kut. Ik moet weten. Welke floor was ook alweer waar ik vandaan kwam? Was het deze? Floor 3. Deze. Ja, inderdaad. Floor 3. Let's go. Thank you for helping. Oh, hey. Ben ik nu... Kut leven. Oeh, Sander is stil. Het leven is kutting. Oh, oké. Okay. Indeeding. Oh, als ik... Indeedy, die zit niet in deze game. Indeedy? Oh. Niet? Nee. Ah, sad. Nee. Oké, okay, wat ik die kan was wel een pogger. Is doodgaan. Ik denk dat ik een beetje vastloop. Ik yes. Okay. Maak doe me steeds dood. Dezelfde maak dingen. Yes. Woehoe. Doobie doing dezelfde dingen. Doobie doobie dooba doobie dooba dooba dezelfde dingen. Nee? Nice. Dat niet. Nice centering. Is dat toch van onze generatie? Jawel. Phineas en Ferb. Furbing. Man. Furbing en Phineasing. Furbing de Phineasing en Furbing. Furbing de Curbing. Oh, hoe lang gaat het nog duren voordat ik dood ga? Ah ja. Dat vraagt iedereen dood? Zich af. Ja, dat, dat is de vraag van vandaag. De vraag van vandaag. De vraag Vraging van vandaag is... Van de vraag van vandaag is, wanneer ga ik doding? Hij doet die ook niet. Gaan, hoeveel... Volgens mij halveert het gewoon de hele tijd. Wat kut. Oh, welke aanval doet hij?
Nee, nee. De mol. Ik denk verlies en dan gelting krijgen. Hij snapt niet dat je gewoon geld kan uitgeven aan dingen. Ja, maar als je al onder de 100 Pokédollar uitgeven, gozer. Wat? Ja, als je... Ik zal $15 uitgeven, nee. Ja, als je onder de $100 zit, dan ben je best oké. Dat is gewoon heel lastig, ging. Nou ja, ik had $50, daar kon je gewoon een mail van kopen. Ja, nou ja, dat geluk hebben wij niet. Als je al een paar keer doodgaat, helaas. Nice, yeah. Oh, ik wilde eigenlijk daarin. Oh ja. Zie je na het kanvuren, zing het kanvurlied. You do be singing kanvuring lied. Het KMVUR haal je de lied. Maar even serieus, Hink. Sandering, heb je echt niks geleerd van de vorige keer dat we dit deden? Jawel, vast wel. Telling dan. Telling ons wat jij hebt geleerd, Hink. Nou, dat je niet debiel moet doen. Ah, dat is nog niet gelukt. En... Nou, ga je nou zo doen? Nou. Zo voel ik eigenlijk allemaal. Oei. Zit ik dan nu op de... Yay! Jouw manier was wel sneller. Als je 7 coins hebt, dan is het dus echt niet te doen. Hey, Pokémon Center, zie! Oh jee. Sandring, we lopen achterin. Ja, ik loop ook achterin. Ik wil voor die 0 coins gaan, maar dat is gewoon niet te doen voor mij. Met 7 monies. Oké, wat? Oh, dat kan natuurlijk niet, want ik heb niet dit gedaan. Oké, save states. Dat heb ik geleerd. Save states. Hey, save states. Save states. That's the only thing you needing to doing. Inderdaad. Waarom heet ik Rayit? Yo, ik ben Rayit vanaf nu, jongens. Nice. Rayit? Ja, schijnbaar. Goeie. Crazy guy. Wel. Doe eens even normaal tegen Rayit. Wat? Ik ben Rayit, hè? Dat weet je. Doe het normaal tegen jezelf. Alsof ik dat ooit heb gedaan. Ooit leert hij het. Mm-hmm. Oeh, maar in latere games kun je toch wel blut raken van doodgaan. In deze games niet? Jawel. Maar je halveert steeds. Dus als je 1 Pokédollar hebt, dan ga je automatisch naar 0. Oké. Lekker zero. En Sander, jij wil geen zero. We willen geen zero zijn. Hier, daar kan ik ook nog steeds terug naar... Kabooming! Moeder, voor healen. Oh, dit is wel handig. Dit zijn veel plaatjes. Oké, dat gaan we niet doen. Ja, we zitten aan het kampvuur, hey. Kampvuurlied. Heb jij nou nog meer? Oh nee. Ho. Mag ik even wat luk? Dankjewel. Oké, dit is nuttig. Nou vooruit, omdat jij bent. Ja, nee, thanks. Eigenlijk helemaal niet. Oh, what the fuck, bro. Nou, oké, sorry. Je bent zo'n hatering. Dude, waarom kan er nooit eens gegund worden? Omdat jij een keer wint. Oh. Ja, misschien. Nou, dan moet ik een keer Ing verliezing. Dat lijkt me een goed idee, Ing. Oké. Zal het onthouden. Was hier? Oh ja, dit was de... Oh, shit. Crazy guys. Oh ja. Crazy guy. Wat ik gewoon ga proberen is... Oh, ja, tuurlijk. Pile save. Ja. Wel slot 1, dat is... Oké, ik hoop maar dat ik terugkom. Oké, okay. Unieke locatie. Die kan ik voorop zetten. Ik ben wel blij dat ik het probleem niet heb met... dat ik niet in leverage... Vandaag kan ik eens wel in leverage komen. Ja? Heb je het gevonden? Ja. Oh, ik heb zelfs echt 3-4 manieren om in leverage te komen. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Dankjewel, game. I do be liking... Dat different Pokémon ook als evolved types eigenlijk? Nee, je moet er 6 gewoon in je party hebben, denk ik. Ja, maar dat mag kan zelf de evolution line zijn. Ja, denk het wel. Dat denk ik wel, Want er staan gewoon different Pokémon.
Dus ja. Nee, ik zou het accepteren. Ja, ik ook. Ik ook. Ik accepteer jou, Milo. Thanks, man. Oeh, accepteer dat is, elkaar. Dat is wel een hele beleefde opmerking. Wat een bromance. Oh, nee. De mans van de bro. Broing. Ja. Oké, okay, game. Ben ik? Oh, hier. Dat ik weet nog steeds niet waar ik ben, hoor, maar ik doe gewoon net alsof. Je kan ook zeggen je weenie wie ik ben. Ik weet niet wie jij bent. Werkt what the fuck? Oh okay. My god. Heel weinig damage. Waar is dit? Meteor Falls. Ah! Je weet wel, die ene plek waar meteorieten inslaan. Vallen. Oh. Where meteorings, fallings. Fallings zit niet in verwarren de met de Pokémon ink. Oh shit. Maar Milan deed het toch weer wel, hè? Ja, ik was te vroeg. Met Pokémon ik was te vroeg in zijn ring. Ja, you was in te vroeg. And that is so hanging. Gravelfer. Dat is wel cool. You being a scary dude. Yo, Rustboro City where the grass is green and the girls are eats of zo. Are also a human. Oh. Oké. Okay. Safe states. Waar is dit ook alweer? Oh, Drake! Hoe is het? En leuk Josh? Om je te zien! Leuk dat ik dood ga! Is Drake... Dr. Drake. Oké, ik moet er niet ingaan. Maar waar is Josh gebleven? Dat is de echte vraag. De echte vraag is wie is Drake en wie is Josh? Wow! Grapje, 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 grapje. Ik maak alleen maar van tweetjes, hè. No stress. Okay, toen hij van twee zei, toen geloofde ik hem. Maar daarvoor? Oei, 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 oei. Oh, dit gaat me nooit lukken binnen 10 seconden. Dat denk ik ook niet. Nou, ik heb hem wel gevonden. Dat is wel iets. Booming. Oh, die logs. Die dame met die loggings. Oké. Okay. Ja, Battle Effort trainen in elke gym, ja, hebben we nog steeds. Ja. Of alweer. Dus hij heeft al een gym gevonden, nee. Nou, ik heb al meerdere gyms gevonden, maar... Ik dacht van, hey, Watson, misschien moet ik die maar doen voordat, voordat het straks niet meer kan. Toch, Nando? Dat, ja, dat is misschien handig. Nando weet alles van, denk ik. Ja, spijtig wel. Oh, wacht, ik heb natuurlijk gewoon gesaved, staat het. Always safe stating. It's the best in main. Wat is hieronder dan? Oh ja, dit heeft helemaal geen zin. Hé, hey, dit is die locks met die... En die locks. Welke locks? Ja, die locks en die locks en die... Met die locks. Weet je wel? Good luck. Die vind ik leuk. Good luck. Die ga ik onthouden. Weer Victory Road. Tent Bay. Hey, hey. Deze manning zit heel erg in de Phineas en Ferb wereld. Zal ik jou eens even wat vertellen over Phineas en Ferb en een strandtuinfeestje? Nou, vooruit doen. Omdat elke je dag stelt ons broer dezelfde vraag. Broertje, wat zullen we eens doen vandaag? Het gaat alleen maar gemolten nat spuiten, denk ik. Ja. Kom op allemaal. Oh, ja, dat is wel ziek. Kaboom. Oeh. Wow, yo. Oh, kijk. Shit, ja, daar ben ik net... Ja, maar hoe heb je die al... Heb jij opeens een tante goede Pokémon of zo? Ja. Yep. I do be having a Graveling. Ik heb een Graveler van level 30. Hij is een vals spelering. Hij doet niet cheating. Hey, ik want ik kan niet winnen. Oh, ik ben een beetje chillen. Oh. Ik praat met jou aan het einde van deze bingo. Oei, er wordt even stagend neergehaald. Echt, deze Mylanding? Oh, ik ben nu tegen die breeder aan het vechten in die route naast Malfil die 6 Pokémon heeft. Dat is zo kut. Dat is zeker kut. Okay. En dan moet je langs elke Pokémoning praten en elke Pokémoning verslaning. Yeah. En dat is heel lang. Oh, dat... Oeh.
Lily Cove. Daar hebben we het. Lily. I do be knowing. Oh, fuck. Ah, I do be having founding the championing. Oh, wat leuk. Wallace? Je bent een bitch, dit. Wee. Dat vindt Wallace niet zo puik. Yo, weet je dat Cackley een Kaulo slecht is? Dat wist ik. Ja. Ik ook. Dat wist ik zeker. Oh, kijk. Dan zijn we weer hier. Ah, de boy heeft al je Nilo mee, zee. Oké. Nou, ik leef nog. Ah, fuck. Dat is één. Oké. Ik weet niet wat voor strategie ik aan het doen ben, maar... ik ben echt maar wat aan het doen. Oh, shit. Thuis gehield. Oké. Okay. In principe geeft dat niet. Behalve dat ik niet meer weet hoe ik bij de log en dan de log in kom. Fuck. Met magische poeder in. Inderdaad. Ja, niet. Nee, dit was het niet. Dat is op orde een keer. Dat was hem ook niet. Dit was hem, denk ik. Ook niet. Ja, de logging en de logging! Yeah! Zet hem in de save steeds handen. Ja, dat is misschien handig. Ja. Oh, ja. Use a smarty pantsing. Ik ben als een broekje. Yeah. Altijd. Gelukkig wel. Wat moet je toch zonder zo'n broekje? Heb je ook zo'n vierkant of dat dan weer net niet? Nee, ik ben niet SpongeBob. Vierkant broek. Echt, oh. Milan is zo'n guy, die zegt alles verkeerd, zeg maar. Die zegt SpongeBob, P van de A, in plaats van PVDA. Nee, is dat P waar, van de A? Nee. Ja, die mensen die dat doen, die zijn zo cringe, net als mensen die zijn SpongeBob echt heel kut, zeggen. Ja. De nee, P van de E. Ja, ik zeg ook geen SpongeBob, maar alleen om jou te triggeren, zeg ik dat. P van de I, toch? P van de I. Ik vind dat zo debiel, mensen die dat... onironisch zeggen zijn echt een beetje lijp. Ja, die mensen zijn er helaas in. Sorry voor de kijkers die dat zo zeggen. Ik kan me nog steeds niet voorstellen dat jullie bestaan. Maar Sander, dan moet je wel stevig in je schoenen staan en gewoon zeggen nee, jullie zijn het niet waard. Jullie mogen niet bestaan. Jullie bestaan, want wij hebben er zoveel last van. Jullie hebben geen recht op bestaanheid. Oh shit. Oh, waar hebben ze wel recht op? De dood! Booming! Oeh, wat een haat opeens. Ja. Deze video wordt geflagged voor haatzaaiing. Ja. Wat een woord, dit is geen Twitch. Dat is een Engels leenwoord, hè? Haatzaaiing. Oh ja, ik hoor! Ja. Zaai booming. Oh, nu weet ik wel dat Roselia zit in deze game. Maar ik zou hem op kunnen zoeken. Oh, ik heb geen grass typing op mijn hoofd. Heb je geen grass type? Nee. Heb je geen Trico? Jawel. Dat is toch een grass type? Ja, geen move op mijn Oddish. Oh. En Trico is banning as fucking. Ben je dat fucking? Nee. Sowieso. Ja, dat is toch ook een Engels leeswording? Ja. Ja, perfect. Perfect, bro. Oh ja. Kom ik bij die ene Pokeze entering. Zo dus. Oké, dankjewel. Ik ga hem hier eventjes saven, want straks kom ik aan de buitenkant en dan weet ik niet meer hoe ik naar alle plaatsen die ik nu ken terug moet. En dat is mijn enige houvast die ik heb. Waar ben ik nou weer dan? Oh, ik heb een storage key. Kut, storage key for the win. Ja, nu ben je het wel vergeten. Ik heb de storage key. Ja, nu hebben we verloren, Milan. Heel sad. Kan ik ook zien. Heel pijnlijk dit.
Oh ja, die ophalen. Area unknown. Ja, die ophalen. En dit was allemaal. Oh ja, fuck. Fuck. Oh ja, we deden met opzoek, toch? Tuurlijk. Ja, zeker. Oh, die hypotheker. Ik ben even iets opzoeken. Ja, dat idee hadden we al, ja. Ik wist dat helemaal niet meer, joh. Ik wist niet dat het ook een leenwoord was. Wat? Opzoeking. Opzoeking, ja. Nee, dat is gewoon leenwoord. Dat is gewoon Engels. Opzoeking is wel Engels. Ook van dat prachtige taal, weet je wel. Ja, prachtig. Nergens op. Daar niet niks van, hè? Ja. Oh, Mio. Dat is prachtig. Prachtig. Dat is Mimerk. Poor Mimerk. Oh nee! Hij ging dood. Oh nee, alweer. Oh shit. Hoe kan dat nou gebeuren? Ja, weet ik niet. Niet goed getraind, hè? Ja, dat blijkt één. Ja, dat blijkt zeker. Dat vind ik erg terug. Ook eigenlijk. Game praten. Ja, ik weet het wel. Ik moet gewoon een location hebben van deze guy. Trade. Fuck mijn leven. Oké, dat gaat niet lukken. Dan... Ja, ik weet niet of er genoeg... Oh! Oké, we gaan... File save. Weet ik ook niet dat ik die zo net doe. Nee, niet escapen. Oké. Niet? Oké. Maar escape roping. Load slot 2, niet per ongeluk slot 2, 7. Ja, dat is mij ook al een keer overkomen. Dan baal ik. Ja, niet vandaag, maar... Oh, gelukkig. Dat scheelt weer. In de eerste bingo map die we deden. Vorige keer. De allereerste keer met Nando 1. Ja. Gebeurde me dat. En dat was kut. Volgens mij had ik de keuring. Ik had in ieder geval dat ik opnieuw moest starten. Dat kan ik me nog herinneren. Dat was wel heel zuur. Ja, dat had ik vorige keer ook een keer. Dat komt omdat ik te weinig C-states maakte. Ja, dat probleem ken ik. Oké, hij stond... Nee, stond hij op een vorige? Oh jawel, pjoe. Oh, wat heb je? Oh. Een Absol 1. Ja. Oeh. Lekker 1, Sander 1. Had ik nu... Hoeveel heb ik nog? 1. Ik kan er natuurlijk altijd meer kopen. Ik ben echt heel erg aan het kutten. Ik weet alleen niet hoeveel Dark Types er zijn en of dat handig is om daarvoor te gaan, maar... Hey. Wat zeiden we ook weer over die six different? Dat evoluties ook meetelden, toch? Ja. Maar je moet ze op één moment hebben, toch? Of? Ja, je moet ze even in één keer in je party doen, zeg maar, allemaal. Oké. Nee, dan is het goed. Dan is het duidelijk, King. Oké, die is binnen. Oké. Maar. Ik heb beter trouwens. Oh, dit is kut. Nee, ook alweer de 1% encounter. What the fuck. De man, de myth, de legend, de cheatmeister. Milan heeft weer de Volbeat gevonden. Kanon. Altijd hetzelfde, hè? Ja, snap jij dat? Nee. Dat ik vind het ook cheating, zoals dat in het Engels zou zijn. Oh, omdat je niet kan winnen, dan wordt het meteen cheating. Klinkt dat bekend, Sander? Nee. Kom maar. Niet? Dit is kut. Want ik weet dus nu niet. Maar als ik terug naar... Ja... Ik moet dat haast wel doen, want ik weet niet... Het. Ja, of ik moet... Ah, fuck. Ik weet het niet. Hier heb ik nog echt verder niks gecheckt. Nou, dit is wel handig. Daar heb ik niet zoveel aan. Is Sableye dark of ghost, primary?
Hij is Ghost Dark. Telt het dan bij, zeg maar, als ik Dark zou hebben, telt het dan beide? Dat is, ja, dat is gewoon not very effective. Nee, ja, nee, als ik, voor in mijn team, zeg maar, voor de six difference. Hij moet gewoon die type hebben, hij hoeft geen primary of secondary te zijn, dat maakt niet uit. Nee, dat boeit echt niet. Oké, dat is mooi. Leave me alone. Dat soort dingen vooral niet moeilijker maken dan dat het zal zijn. Inderdaad. De dating is het. Maar je was wel echt heel goed op weg. Moet ook eventjes gezegd worden, hoor. Oh, fuck. Ik heb die app midden gevonden, maar... sterk! Oh, shit, bro. Het wordt tijd dat ik even Kyogre of Groudon vind. Ja, zo'n gevoel heb ik... Dat heb ik ook wel nodig. Het tijd dat ik weer terug naar het begin kan komen, want dan kan ik... Pokeballs. Ja, ik ben ook echt voor saus aan het spelen, voelt het. Ja, wel, jij hebt ook... Oh, nevermind. Ik wou zeggen, jij hebt toch ook al heel wat, maar... Nou, het valt wel mee. Nando staat al een soort van onderaan, ja. Ja. Meestal ben ik dat. Wat een vak. Maar je hebt geleerd van de vorige keer, Sandring. Inderdaad, Ing. Oh, ja, nou, dat valt wel mee, want ik heb niet direct naar de Absol gesaved. Ah, nee, oké, laat maar dan. En dat killt me nu een beetje, want nu ben ik in een Pokecenter gegaan. En ik weet dus niet hoe ik nu bij de locaties uitkom die ik al kende. Ripping. En dat is vervelend. Maar goed, misschien... misschien moet ik gewoon doorgaan en denken... Fuck, de bekende locaties en doorgaan naar nieuwe. Dat hopen dat ik daar weer terugkom op een... Pokémarkt. Of iets. Fuck you. Fuck you very, very much. Ik zit heel erg hier. Mag ik die hebben? Oei. Wat is dit? Oei, snelweg. Oh, fuck. Wat is dit? Oké. Okay. Ga ik dit... Ah, fuck it. En hoeveel heb ik in party? Oké. Dan weet ik al wat we doen. Ik heb in ieder geval een legendary gevonden, maar... Ja, dat je Rock zeker? Nee. Ja. Lugia. Nou, dat is ook niet de moeite waard, of wel? Nou, ik ga maar even wat gooien, want ik heb nog niks beters gevonden. Op ja, oké. Okay. Dus maar ik ben bang dat dit hem ook niet wordt, want ik heb twee Great Balls. Dat is maar, inderdaad niet veel. En ik heb wel drie Pokémon om naar te switchen, maar... Hij heeft niet zo zin, weet je. Nou, ik had nu wel drie shakes, maar... Oké, wacht. Ik heb die guy nu gevangen. 7 tot 2. Maar ik heb even een Pokémon nodig die even alle, door alles heen ramt. Ik heb ook niks aan. Zou je Nashball op de tank gooien? Mm-hmm. Ja, dat levert echt helemaal niks op. Nope. Oh, jee. Nou, wow. Oké, okay, nog 1-2 poging of zo. Oh, wacht eventjes. Dat is wel gunstig. Nee, dit wordt hem niet. Oké, okay, doei. Oké, okay, ik heb nu wel meerdere opties. Zie ik niks aan. Oeh, dit is wel... ik heb Rayquaza gevonden, maar... Dit is wel een kut plek om naar terug te gaan. Tenzij dit... Oh, ja, daar zit ook een gym. Oké. Dat is dit. Oké. Okay. Ja. Ik moet eigenlijk... Oké, okay, dat is... Hier. Laat ik eventjes 7. Ik ben hier dus eerder geweest. Hoe kom ik nu? Terug naar waar ik... Oh! Ooit was! Ja, oké, okay, dit is sowieso een Pokecenter. Of Pokemarkt, dat is goed. Dat is heel goed. Heel ziek. Zoals heel mensen dat zeggen.
Oké, noemen ze ook wel Porridge. Sowieso dit. Kijk. Dan. Voor de pokeballs moet je ze allemaal een keer gehad hebben of op dat moment hebben? Nee, je moet ze op dat moment hebben. Ja, oké. Okay. Nee, dat geeft niet. Lijkt me ook wel, ja. Kijk. Gaat niet werken. Ik had net 5 verschillen, alleen toen moest ik ze allemaal gebruiken voor die Volbeat. Toen ging, zat hij in de laatste Pokémon. Nou ja, hij zat in de laatste, dus dat is wel nice. Ja, maar ja, ik had 5 verschillende Pokéballs, dus dat is wel jammer. Dat is wel spijtig, ja, dat wel. Ik weet nu hoe ik en bij Leverage kom. Let me leave. Leverage. Leverage. Mag ik zo'n Graveler vinden hier? Of spawn dat ding niet hier? Kom op. Maar wel. Graveler. Graveler is echt kaboom. What the fuck is de encounter rate hier, zeg? Er gebeurt helemaal niks. Nee, niet de Zubatting. Oh, too bad, Zubat. Hoorde ik al. Ja. Is dat de naam van een Pokémon-aflevering? Zo niet? Waarom niet? Too bad, ja, dat snap ik dus ook niet waarom dat geen naam is. Oh. Dat is wel een goede naam op zich. Nou, weet je wat? Toch? Ja, toch. Dat dacht ik ook. Nee, ik moet terug. Oh, hoe kom ik nou weer in Rusper? Oh ja, 5e. Het magische poedering. Mm-hmm. Dat is de antwoord altijd, Sandring. Yeah, crazy. Wel. Maar wel gelijking. Oei. Oké. Wat ik eigenlijk eventjes moet weten is... Oh ja, die heb ik ook trouwens. Leugens! Nee. Ik zweer, Wolle, ik zweer. Hier maak ik geen rapport over. Wat heeft hij? Oh, Grovyle. Grovyle. Ja, daar moet ik heel wat voor doen. Dat valt wel mee. Maar misschien als ik deze doe... Oh, ja, het wordt niks. Nog een keer. Ik moet uit de andere kant. Oké. Wacht trouwens. Wat nou als ik het zo doe? Switch ik naar die, want die is toch netteloos. Oh. Ook goed, maar dan switch ik weer naar die. Oké. Planning. Op met roar gebruiken. Wat? Ook goed. Oké, doe maar. Raken. Nou, fuck it, YOLO. Oké, en dan die nog. Wop, net niet. Oké, dat maakt in principe niet uit. Dan ga ik deze guy. Ja. Ik doe gezellig met je mee. Sandring, denk ik, Wating. Ja, Wating. Wating? Wat ben jij? Waar je zo geschokkeerd van I Thinking. Oh, dat vind ik een beetje roaring eigenlijk. Oh. I do not know. Jullie needing? Nee, dat mag. Ik wil niet doding. Dat willen we allemaal niet, Sander. Maar soms gebeuren die dingen. Altijd dat gebeuring. Fucking wish, hou op, kutnatu. Xatu, ook goed. Ja, toch wel, ik zeg kutnatu. Ook goed, het ja. Is de kutnatie van, de, weet je wel, de Fire Nation. The real Fire Nation is de kutnatie. Please zeg dat deze alleen maar een Xatu heeft. Ja, oké. Okay. Alles veranderde toen Xatu aanviel. Oké, wat we gaan doen. Ik ben wel blij dat die ene... Dat deze gym geen... niet randomized naar alle andere... dingen. Ja, dat is niet zo... niet zo mooi. Dat was niet zo poggers geweest. Weer zo'n... Oké. Nu moet ik eventjes...
File Save State. Oh, waarom? Nee. Doe maar eventjes. Oké, okay, mag... Oké, okay, is dit mag... route... Oh. 1 of... Dat is weer niet handig. Ik moet in 2 zijn. Oké, ik moet even denken, hoe kwam ik... Ah ja, zo kom ik in... Dat is oké. Okay. Maar hoe kom ik naar de original? Ik ben hier geweest. Ben je hier daar geweest? Weet je zeker? Ik ben hier sowieso een keer geweest. Meen je? Ja, dat meen ik wel. Oké. Okay. Dat geloof ik je. Okay. Maar pas op, hè. Zo kan ik weer terug. Naar derde vloer was het, volgens mij. De derde vloer was het, volgens mij. Oh, man. Dat is kut. Dude-ing, als Ice Beaming hierin stond, ding, dan had ik weer een punting. Maar die staat er niet in, ding. Wat, is Ice Beam ook een ding? Nee, maar dat was met de vorige bingo kaart was dat wel een ding. Dan was dit wel heel handig geweest. Maar ja, dat lopen we achter de feintjes natuurlijk aan, hè. Why loping after the fighting? Ja, geen idee. Trouwens, heb ik iets met levitate? Swarm? Inner focus? Noping. Ah, oké, okay, ja. En dan... Ook goed. Dan mag ik dat laneboarding? Oh ja, dan evolueert hij nu niet. Oh, toch wel. Oké. Okay. Ik heb 2 Pokémon met je favoriete ability, Nando. Glorfeeling. Yeah. Dat is best wel het, Zing. Heel mooi, heel mooi. Nee, niet. Ja, oké. Okay. En dan ga ik dood bij Maxi natuurlijk. Oeh, ik heb een Max Revive. Je gaat maximaal dood bij Maxi. Heel erg maximaal dood bij Maxi. Even kijken, ik had... 2 potions! Nee. Wacht. En dan een Beautifly maar voorop, want we krijgen toch de Intimidate op het dak. Ja, kom maar. Kom maar met die Intimidate. Wat? Gabarumt is sneller? Ja. Wat? Oké, okay, dat is nieuws voor mij. Jij ging dood in. Ja. Crazy. Maar echt heel erg ziek dood in. Oké. Fuck the hell. Oké. Visit the hotel. What the fuck is the hotel? Iemand een idee, hein? Wat de hotelling is? Pokémon Emerald Hotel. Hotel? What the fuck? What the fuck? Is dat die in Respero? Cove Lily Motel. Lily Cove. Ja, maar... Nou ja, dat... ja, maar... Oké. Okay. Oh, dat is dat huisje hier zo. Maar ja, dat is randomizing. Dus de kans dat je die gaat vinden is wacht, nulling. Is dat helemaal linksboven in... Nee, dat is de museum. Oh. Ripperoni. Maar echt niet. Even kijken, wat is dit? Oh, ik heb Lugia ook gevonden. Ai, huts. Lugia, let's go. Kut. Heb je Lugia? Ja. Nee, niet Lugia. Spel is kut. Oh, kijk. Dit spel is... Spel is altijd kut. Wacht. Welke route is dit? Toch dat ik deze bitch had verslagen. Nou, niet wel, route. Oh, wacht eens eventjes. Oh, perfect.
En dan moet ik alleen nog terug zien te komen. Oh shit. Dat was deze kant. En natuurlijk loop ik weer gelijk binnen zonder checken. Wat is dit? De andere kant. Wat is dit? Nutteloos. Ik ga gewoon weer verder. Iwa, wat is dit? Oeh, de Move the Tutor. Daar heb je helemaal niks aan. Ja, de Tutor was ik inderdaad ook tegengekomen, ja. Ik ga... Steven Stone's huis. Hé, hey, Norman. Oh, dat is wel eens wel ziek. Zoals doe hem de groetjes. Zou zeggen. Nee. Sander zou zeggen, Seeking. En die zit ook nog eens in deze game. Ja, waar? Sander, Fine Seeking. Oh, het was Ho-Ho in plaats van Lugia. Oh, nou. Gevonden. Dat is ook wel pijn. Wat is dit? Oh. Okay. Yes. Okimani Sand Ring, oké. Okay. Nog een Okimani Sand Ring en dan komen we hier uit. Oké. Okay. Oeh, de kabelbaan. Let's go. Ah ja, dit ken ik nog. Dan komen we hier uit. Goed. Ik moet die ene locatie zien te vinden. Die moeten we in ieder geval nooit meer naar binnen gaan. Hier, dit is nutteloos. Oh. Ik heb zo'n ho-ho in gevangen. Oeh, dat is best wel poggering. Alleen ja, niet zo besting, maar wel levelhoging Pokémoning. Ja, en daar kan je echt wel dit mee spelen, zeg maar. True. Ik heb zo'n PC nodig. Ik weet niet meer hoe ik bij een PC aankom. Is het de PC of de WC? Nee, zo'n computerings. De computerings. Dan moet je naar een Pokémon de Century. Oh, ja, maar elke keer als ik denk dat ik een Pokémon de Century inga, dan is het geen Pokémon de Center. Dat is best wel effing. Dan moet je onthouden waar het wel is. Never mind. Zie je alweer zeuren voordat het zover is? Waarom zei je Obro? Het is aan de hand, ding. Huh? Was het, yes. Had je het over mij? Ja. Ja, ik zat te kijken. Er stond Premiering Balling op de lijst, ding. Maar die staat er ook niet in, joh. Nee. Kut, ding. Hey, de bike. Dat is wel handig. Heel balen. Mag ik van jou de Acro bike? Ja, die heb ik ook al gehaald, ding. Die is best wel cooling voor vandaag. Normaal gesproken is die niet zo cool, namelijk. Hey, maar dat houden we. Met je eens, ding. Dat houden we tussen ons, toch? Dat klopt, ja. Hoef ze niet allemaal te weten. Oké. Okay. Mag ik een safe steding? Nee. Ja. Alsjeblieft, ding. Oh wel? Ja. Ding. Perfect. Ja. Dit is wat ik zocht. Oké. Okay. Mag ja, ik... Pocket the monster. Pocket the monster. Trekken te... Waar tot te... Ja, dat ja. De... Swift is een dubbel battles lekker. Mag ik van jou niveau 2? Hey Nando. Ja. Ik ben Watson aan het verslaan. Huts. Dat is best wel huts. Oh, ik killde gewoon een Magneton niet met één Swift van Ho-Oh. Nice. Wat kut. We zaten altijd te bashen op die Pokémon. Uiteindelijk blijkt die toch wel goed te zijn. Nee. Ik heb nog 500 Pokédollar. Wajo? Rich ass. Yes. Hoeveel Pokeballings heb ik in mijn partying boxing? 1, 2, 3, 4, 5. Ik moet nog 1. Kanonnen. En ik, natuurlijk heb ik die alweer gebruikt. Fiets. Volgens mij was het voor 1. Ripperoni. Maar echt, ding. Kijk. Sandring, hoe is het met jou? Ja, weet ik niet. Sandring is het even aan het uitzoeken. Ja, nou, het gaat denk ik niet zo lekker. Setting. Ik ben echt heel erg achter geraakt op een gegeven moment. En ik ben er niet blij mee.
Ja, je staat maar één puntje achter ons. Perfect. En dan was het die. En dan was het die. Ah, perfect. Ik heb er een quasar weer gevonden. Oeh, waar kan je die vangen dan? I do be battling requasering. Waar zijn die staan? Save state 2. Let's go! Oh, ik kom een Engelse Pokémon tegen. Seeking! Let's go! Nee, Koffing. Oh! Koffing ook een goeie. Ja, dat is ook zo'n Engelse Pokémon. Mijn brein weet het niet. Oké, wat moeten we... Zijn we nu wel te denken, als je die Requasering vang, dat ik dan weer eerst een PC moet gaan vinden. Dat klopt, ja. Ja, dat. Trouwens, doe maar takedown. Ik weet ook nu al niet meer hoe ik daar kwam bij die PC. Van, bro, je bent er net geweest. Escape doet die whirlwind. Dat. Je hebt hetzelfde geheugen. Ja. Laat me dan gewoon escapen. Ja. Dat scheelt mij tijd. Dat scheelt iedereen tijd. Ja. Echt 5 beurten in fucking sleep mode. En dan ineens gaat hij eruit. En ik heb de verkeerde pokeball gebruikt. Dat noemen we Effing 2. Effing 2? Oh, hey. De bike shop is natuurlijk niet waar de bike shop normaal is. Dat is wel het idee van deze mode, ja. Ja, inderdaad. En ik dacht, ik kan de bike halen. Maar nee, ik kan de bike niet halen. Yeah. Leuk. Surprise. Dus je moet altijd met een verrassing komen, Sander. Dat is zeker waar. Weer een pokecenter, leuk. Maar toch niet. Oh, fuck. F2. Oh, leuk. You know, stall. Ooh, nice thing. Okay, welke area is dit? Hoe heet deze route? 69. I got no roots. Fuck it. I got no roots and again not lie. Dat is niet helemaal het liedje wat ik in gedacht had, maar... Nou goed. Fuck jou. Die checks, lul. Met een Kweza, die schudt het 3 keer. Fuck. Ah, groene draak. What the fuck gebeurt allemaal bij Nando? Hij is boos. Hey, Rayquaza. Ja. Probeer hem te vangen, maar... Ik ben ook eerder geweest. Oh, dat is do not liking the balling. No disrespecting, come on in. I'm just not doing liking the balling, because I liking when he liking the balling. He liking greening balling, maar we hebben helemaal geen greening balling. Ja, Nash balling, maar... Nash balling niet goed genoeg voor... voor cash rating. Dit is het enige wat ik haat aan dit altijd. Je moet altijd dat ding vangen en het duurt zo pokkers lang. Godverdomme, ga ervoor. Ik weet niet of... Kijk, als ik nu de timerbal had, dat was wel heel handig geweest. Dat klopt, ja. De tijd die ik nu aan het verspillen ben is enorm. Ja, die is solo. Oké. Dan moet ik dus per se... Solo. Deze guy is... Oké. Dus kan ik alvast de winst aan jou geven, Milan? Oh, dat was iets te luid, denk ik. Oeps. Hoe kom ik ook weer bij die... Oh, ja, ik ga weer dood, want Wallace. Ja, mijn Scratch deed niet eens wat tegen die Wailord. What the fuck? Yo, Wallace cheat. Wist je niet altijd dat hij zo'n cheater is? Dat is Wallace.
iedereen die hem ziet. Hey, jij ook al bij Wallace, My Landing. Want toevallig ging. Ik kom ooit nog eens aardig aardig zijn. Wat? Oh, nee. En? Ik bedoel het niet gemeen. Hoezo? Ik zeg er ook niks. Oh. Ik dacht, hoezo jij zo onaardig ging zijn? Nee, dat zei ik niet. Ik zeg, kan iemand zo aardig zijn om mij heel even een Pokémon Center te gunnen? Dat was ik aan het zeggen, maar toen werd ik al, onderbroken. Sorry. Sandring, altijd onderbreking. Zwijging, man. Wij hebben belangrijke nieuws in. Kom maar met de belangrijke nieuws in. Sandring. Yo, de Pokémon League. Yo, Yoggerding. Kan hier wel. Dat is wel risk. Dus ik ga save state. Slot 3, ja. Ga ik hier healen? Ik heb al heel lang niet meer save state trouwens. Oh, Watson. Maar ik zoek eigenlijk eventjes. Ah, ik ben te erg volgens mij ook gewoon voor één ding aan het gaan. Wat moet ik niet doen? Gewoon erg. 3-4 keer heb ik dat hij 3 keer shaked. Maar dat kreng wilde gewoon niet in. Hij heeft er gewoon geen zin in. Hij wil mij vandaag niet helpen om Milaning weer te verslaning. En daar is Milaning best wel dankbaar in voor. Maat. Ik heb jouw hulp echt nodig. Ik kan echt niet zonder jouw hulp, groene draak. Kom op. Nee. Kom op, ik wil geen Zubat. Ook geen Golbat. Ik zoek een Ground-type. Ik wil een coole bed. Ja. Oké. Okay. Oh, jee. Oké. Weer niet. Ook weer Zubat. Maar dat is niet wat ik Zubat. Ik Zubat die Skarmory. Ik Zubat geen fucking Zubat. Hey, Steve. Jij ook hier. Ja, laat me met rust. Ja, dank je. Ook geen Makuhita. Waar de fuck zijn die Arons gebleven? Bij de A. Bij de A van Aaron. Nee, want het is gerandomized, hè. Oh. Bij de Z. Van Zeron. Zero to Nero. Ah, ik denk ook niet dat dat helemaal klopt. Trouwens, waarom hebben jullie nog geen Generations gedaan? Omdat het tijd kost. Ja, dus. Ja, dus, hè. Van tijd vinding. En dan een generations poppen. Hey, nu heb ik wel echt Lugia gevonden. Ik geloof plek, hè? ik weet niet. De vorige keer zei je dat ook. Klopt het ook niet. Nee. Ja, ik ben zo on my hooding. Zoals ze dat zouden zeggen. Een lastige jonging. Zo kan je het ook wel noemen. Nee. Jongen, zeg. Oh, fijn. Oh, ik dacht even iets softlock, maar dat helpt niet. Yeah, nice. Voelt alsof ik tegen die Kyogre vecht van vorige week. En dat is ook zo eng. Zo'n gevoel krijg ik wel. Jezus Christus, maat. Ik heb nog nooit zoveel pech gehad met Rayquaza. Nee. Ze noemen dat gerechtigheiding. Nee, dat wil ik echt niet zeggen, want de Manning, Milaning, die vindt gewoon 2 shinies full odds in een Emerald dat sloeg game. Echt helemaal nergens op. Ik blijf dus nog steeds fantastisch vinden. En als dat kan, dan kan ik gewoon de rest van mijn leven eigenlijk geluk moeten hebben met een gewone Rayquaza vangen. Maar blijkbaar niet. Dat ding voelt zich te goed voor mij. Nou ja. Trouwens, waar kom ik eigenlijk als ik faint? Ja, kom maar. Hier is het misschien.
Maar, nee, dat was het niet zo. Man. Nee, ik merk het al, ja. Oh, Jezus Christus. Zoek het ernaar, ja! Ja? Wacht, is Aaron wel... Drie met de... Nee, is Aaron ground? Aaron is steel. Nee, hij is geen ground. Hij is rock steel. Daar ging je tijd aan. waar ben je überhaupt aan het zoeken naar een ground type? Overal waar ik cave tegenkom, want daar zit de meeste ground type in, volgens mij. Kan ik een paar voor je opnoemen? Nou, doe eens. Een Sand Shrew, een Baltoy, een Noemel, een Pinch, een... Nosepass? Nee toch? Nee, Nosepass is gewoon pure rock. Nee. Maar Judoot is wel ground. Judoot is een goeie, een Grappler Furring. Wacht, je hebt toch al een Grappler Furring? Waarom wil je dan nog een ground type? Geheim. Oh, hij wil... Ja. Je kan beter een andere typing kiezen, naar mijn mening. Ja, dat dacht ik al. Ik weet niet wat je nog meer... Hij ging eindelijk in. Fucking hell. En dan moet ik hem nog ergens in een centering vinden. Even kijken. Ja, nee. Ja, misschien moet ik wel voor deze guy gaan. Niet perfect. Fuck. Kut. Oké, die. En oké. Goed. Oké. Dan moet ik weer een... nu moet ik een Pokémon Center vinden. Dat is altijd leuk. Ja, zeker. Dat is altijd... Nou ja, dit helpt niet echt. Dit is het leven is zo kut vandaag. Het leven is zo kut. Hier in Duckstad. Almere. Nou, daar zeker. Hé, hey, hij zit gewoon hier, Milan. Ja, ik weet niet waar. Mormon. Ja. Ik ben nu tegen Flannery. Oh, die had ik ook al gevonden, ja. Maar toen had ik nog een Trico. Maar ja, ik heb daar eerst al... Om daar alle trainers te vinden ben je ook best wel bezig. En een tijdje. Ja, dat valt wel vies tegen inderdaad. Oké, Norman. Dat is 1. Oh fuck, dat ding heeft counter ja, natuurlijk. Ja, weet ik. Oké. Ja, cel. Nee, bye. Ik ga gewoon weer dood bij Normen, want ik heb niet mijn Rayquaza bij me. En voor de rest zijn al mijn Pokémon onder level. Ja, oké. En dan kom ik weer in dezelfde stad natuurlijk uit. Heb ik nou... Yep. Nou ja, het is wel goed om te weten waar het ook weer zat. Oh ja, dat was hier gewoon. En dan hier naartoe. En dan... Oh, dit moet wel lukken. Goed, mag ik alsjeblieft een Pokémon Centering? Ja, dat mag. Oh, ja? Oh, vet. Ah, fuck my life. Ik vind de Elite 4. Ik ga wel weer deze kant op. Dan. Hey, Pokémon Centering. Milan vindt er wel gewoon eentje. Maar ja, hij moest ook... Ik heb ook al meer, hoor. Hij moest toen ook net al moeite doen om er één te vinden, dus... Dat is wel... Oké, 2... maar waar? Ik weet ook te weinig over. Wallace is een vieze bitch. Wallace, de vieze bitch. Ah, wacht, als ik terug kan gaan naar Fortree City, wat wel moet lukken. Waar de gras is groen, wat gras is groen. Verdomme, ik ben weer dood. Ik weet alleen niet wanneer die guy evolueerde. Nou, nu ga ik gewoon hier safe state zetten, want daar ben ik klaar mee. Waar is de centering? Waar ik ben? Nee, voor mij. Ik zoek de centering. Namelijk. Hij dacht dat hij zei centering. Oh, nee, ik zei niet centering. Maar toen je het zei, toen vond ik de centering, dus daar ben ik wel heel erg blij mee.
Sander, ja, dat denk ik, voor. Ik heb een storage key. Die heb ik ook. Fuck. Nu wordt het spannend. Nu kan ik nog verliezen. Wat moet hij met de storage key dan? Weet ik het. Maar dat was toch net een joke? Ja, dat was een joke. Die joking ging over mijn hoofd heen. Nou. Dan moet je bukking. Ja. Zal de volgende keer aan denken. Kennen jullie die meme van... Ja, de kogels die vliegen hier om de oren. En dan moet je bukken. What the fuck? Dat is een interviewer op straat. Ja, de kogels vliegen hier om de oren. En dan moet je bukken. Wauw. Heel bijzonder. Dat is zeker hoe je dat zou kunnen omschrijven. Ja. Oké, hoe kwam ik in? Oh ja, tuurlijk. Nog een centering. Dat lijkt me niks. Nou, dan ben je zeker in Marvel, of niet? Huh? Dan ben je zeker in Marvel, of niet? Nee, dat ben ik niet meer. Halo telt natuurlijk ook als dingetje. Het zit overal en ergens zitten die centerings, maar niet. Ik ben echt zo mijn kans aan het spreiden. Ik weet niet of dat een goed ding is of niet, maar... Ik moet weer even een plekking vinden. Kijk, dat is deze, ja. Dit was... Stop, dankjewel. Die staan er nog. Nog een keer. Oeh, dat is wel slim, is Sander. Goed, weet ik. Ben jij zo'n slimme mening? Zit er te praten. Niemand anders zegt het normaal gesproken, oké? Okay? Toch iemand moet het doen. Wat heb jij zo'n puik idee? Ja, ik had wel zo'n puik ideetje. Ideeing. Ik zag trouwens een tweet van jou dat je klaar was met het huis Anubis, bintje. Ja, rewatching the housing Anubising. Ground, flying, fire. Ik heb alleen flying en echt in overschot. Oeh, ik zou nog kunnen proberen. Dan hoef ik eentje minder. Zoveel sta ik niet achter. Nee, maar twee hoor. Dus valt echt hartstikke. Hoeveel sta ik achter? Drie. Op mij. Drie op mij, twee op Nando. Okay. Kijk, acro bike up. Oh, easy win. Dat red ik wel. Waar is de focus centering? Ik moet een focus centering hebben. Moet je die vanging centering of een vinding? Moet je... Ik kan net zeggen, hoe vang je een Pokémon centering? Magische poeder. Inderdaad. Wie kent hem niet? Inderdaad. En natuurlijk Zwarte Piet. Zwarte Pieter. Oké. Zwarte Pieting doet ook mee. Okay. En dan mag ik deze afvinken. Dit is zo normaal. Dat had ik toch al gedaan? Oké, blijkbaar niet. Dit is zo normaal. Oh. Ja. Yeah. Dankjewel. Ook zo normaal. Fuck. Nog twee. Oké. Dan moet ik eigenlijk eventjes weten welke evolueert eerder. En dan denk ik zelf. Nou, daar ging mijn progressie. Denk ik, oh, ik kom dichterbij. Oh shit. Wanneer toch niet. Fuck. Oh, wel leuk. Ja. En ik zat weer eens vast. Zet. Hey, niet Pokémon Go. Jawel. Waarom kan ik niet zoeken? Heel goed. Kijk wat Sundering dit is. Hey. Dit is... Oh ja, 20 en 22, dat maakt echt niks uit. Zou ik nog eventjes kunnen kijken? Heel goed kijken, Sander. Ja. Oké, wat is dit? Wat we gaan doen is... Ja, dat is het zeker niet waard. Al die moeite voor niks. Wat was dit? Oh ja.
Oké. Okay. Oké, okay, let's go. Hier heb ik trouwens niks aan, volgens mij. Weer flannering doen. Ik moet gewoon die... Ik moet de zesde gym gaan vinden. Yep. Ik denk dat ik daarmee dan echt de grootste kans heb om jou in te halen. Als ik fly heb. Zonder dit. Nou, het gaat op zich nog wel ver goed. Oh, nee. Load state. Oké. Okay. Dan ben ik hier weer. Dat is zonde. Maar liever iets niet, I guess. Heb je zeker gelijk in. Oké, okay, ben niet heel ver. Setback. Nog één trainer. Die. Ik moet weer weten waar zo'n Pokémon Centering is. Dat ik alweer ben vergeten. Dat probleem, dat ken ik. Oké. Okay. Volgens mij heb ik ze allemaal verslagen. Oké, okay, misschien moeten we een beetje eerst eventjes evolven. Flannery, dat is 1, dat is 2, dat is 3. Pokémon namelijk meenemen. Dat is 4, klaar. Heat badge en ik kan strength. Maar ik heb helemaal geen strength. Dus dat is wat de velden, druk sterring. Oeh, oh, mijn kat gaat vervelend doen, ik hoor het al. Je kat gaat vervelend doen? Ja. Willen ze wat van je dan? Want ze moeten, ja, eten. Hoe they do we eating? Dus we kunnen eventjes korte pauze laten? Misschien? Nou, voor riding. Dan ga ik ook even wat drinking pakken. Oké. Okay. Ja? Ja. Starting! Ja, daar okay. Zijn we weer. I having zo'n tactiekje. Ik ben er ook helemaal nevermind. Uit. Even kijken. Ik ben er niet uit. Ik moet maar weer gaan uitzoeken, denk ik. Nee. Volgens mij ben ik hier nog helemaal niet. Oh, hier ben ik wel geweest. Ja. Oh, wat zonde. Oké, load. Maakt niet uit. Nee. Ik wil al die dialoog hebben. Ergens mis ik de Moonstone Evolution. Nee, ik niet. Mag ik alsjeblieft de Moonstone Evolution weer? Oh fuck, dit is volgens mij een heel rondje. Hij heeft gewoon een heel rondje. Oh nee, never mind. Oké. Dit is niet de... Oh. Ben ik nou... Fuck, ik ben gesoftlocked. Het is... Very setting. Heel sad. Dat was setting. Ze hebben wel een bepaalde locaties neergezet ervoor. Wat was dit? Oh. Hey, hier ben ik al een tijdje niet geweest. Stop 2. Waar ben je een tijdje niet geweest? Nou, dan gaat hij nou niet meer zeggen. Nee, dat ga ik zeker niet zeggen. Waar had ik crazy guy heen? Dat vind ik gemeen. Sorry. Leugend. Nou, oh, interacting. Mijn duty. Oké, het is mijn strategie. Sandring, het is mijn strategie. Als je strategie is, dan mag het. Oh, dan is het toegestaan, dat is wel vet. Daar word ik wel blij van. Nee, die wil ik niet. Later. Kijk, wat is dit? Nadat ik weer een puik safe stage heb gezet. Oeh. Ja. Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Oké, wat is dit? Ik weet ook niet wat jij daarvan moet vinden. Wat moet je daarvan vinden? Ik denk dat het heel kut is. Heel spijtig. Ja. Dit is ook heel spijtig. Ja, maar dat kan gewoon. Dat mag zelfs. Er gebeurt weer iets heel raars. Ik maak net een safe state. Ja? En dan doe ik die safe state. En dan. Dan gaat hij niet naar waar ik safe state had. Hè? Maar. En als je dan een keer op klikt ook niet? Nee, ik blijf gewoon elke keer dezelfde krijgen. Niet op een andere. Nee, want ik heb maar 2 safe state. En eentje is die Ho-Oh Battle. En de andere is gewoon elke keer degene die ik gebruik.
Ja, dat kun je zeggen, ja. Dat heb ik nog nooit meegemaakt, in ieder geval. Nee, ik ook niet. Ik vind dat een beetje worrying. Heel verpanting. Verpanting? Ik ben een Je haalt me de woording uit de monding. Ja, heel hard verpanting. Oké, die weghalen. Dan kunnen we terug. En alles is voor jou. Rugzak. We gaan echt van alles en nog wat door elkaar heen. Ook niemand doet hetzelfde liedje. Mooie dingen, gekke dingen, rood of geel of blauw. Alles wat je nodig hebt. Lekker, je moest echt tegen een gast. Die heette Xander met een Z. De echte Xander. Dat is crazy. De echte Xander spreek je uit met een Z. Yo. We hebben haters in de zaal. Oeh, de locatie waar je echt... 14. Everything you need and everything is for you. Oeh. Dat is wel crazy, hè? Maar echt. Mew! Ik heb Mew gevonden, maar daar hebben we helemaal niks aan. Yes! Oh, Mew, dat is zo'n Generation 1 Pokémon. Oh yeah. I do be finding the hotelling. It was a very secreting placing. Dat is alles niet. Oh, maar dit is wel heel kut. Oh, nu moet ik eigenlijk weer de hotel visten, omdat ik safe state. Ik denk dus dat ik het hotel ook al tegengekomen ben. Maar ik weet het dus niet zeker. Dus ik ga hem niet afkruisen. Maar... Ik denk dat ik het aan het einde van de dag... Oh, ik heb ook de... Had je toen ook de masterball gevonden? Nee, de eerste gym. Oké, nee, dus... Dan hebben jullie niet een motel gevonden. Nee. Heb jij nu een masterball? Ik heb nu een masterball, maar ik heb er nu helemaal niks meer aan. Ja, maar de motel heeft twee rooms, hè? Ja, en ik had de begaande grond. Hmm. Oh, dan zouden jullie het wel kunnen hebben gevonden, ja. Oh, yeah. Hier heb ik niks aan. Wat is dit? Oh ja. Nou, dan gaan we weer terug, I guess. Kan dat überhaupt? Ja, dat kan helaas wel. Ik bedoel, gelukkig. Trouwens, er zit hier op deze route zit een puik Pokémon die Sandering al heeft afgekruising. Dus als ik nou even ga zoeken. Absoluut. Als het goed is, zien. Oh, en daar loop ik tegen natuurlijk een trainer aan. En die moet per se tegen mijn vechting. Dat doen trainering. Ja, dat is wel wat trainers doen, hè. Echt. Zouden ze ooit eens een keertje kunnen uitvinden in Pokémon dat je ook gewoon de trainer die tegen jou wil vechten gewoon geld geeft, zodat hij niet tegen je vecht? Nah. Nee, ik denk niet dat een ding wordt. Nee. Niet? Oh. Ik vind het een idee. Pokémon denk ik niet. Oké, dan... Oh, fuck. Dat is niet de bedoeling dat ik die bal gebruik. Oké, dan gaan we het maar zo doen. Ja, prima dat je feint. Ik vind het prima dat je feint. Dat je het leuk vond. Waar is dat dan van? Dat is gewoon zo'n liedje. Ja, van ik heb gedanst of zo, toch? Lieve, met je gedanst. Ja, en ik heb met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. Zo van, bro, ik was daarbij. Je had het me gewoon kunnen vragen, gek. Nee, hallo, het was... Oh ja, precies. Hij was stiekem, hè. Oh, dat was stiekem. Ja, nee, oké, misschien... Stiekem? Ja, zo gaat het liedje. Ik heb stiekem met je gedanst. Stiekeming met een gedansing. Yo, I was dancing with you stiekeming. But did you finding it leuk, ing? Wow, ik vond het meer creepy, ing. Je doet me creepy. Dat is wel creepy als je over de tekst nadenkt, ja. Oh shit. Ik, Ali B praktijk.
lijpe Murkrow flavor. Lijpe Murkrow flavor typing. Heel lijp en heel Murkrow. Heel Murkrowing. De hele Magma hideout zit gewoon aan elkaar gekoppeld. Ja, dat zag ik ook inderdaad. Ik ben wel, heel bijzonder. Heel bijzonder. Ja, niet te zieken. Ik loop vast. Je gaat me weer inhalen. Zie je, ik wist dat het ging gebeuren. Ja, dat had ik dus eerst ook. Ja? Ja, zeker. De hypotheker. Hypotheekring, die doet wel eens wat dingetjes. En dat vind ik een beetje crazy. Maar hey, als hij dat vindt, dan is het zo. Ja. Ik heb met je getanst. Ik hoop dat je het leuk vond. Klinkt een beetje als een vieze oude man. Sandring, je bent een vieze oude man. Dat klopt wel bij de tekst van het liedje anders hoor. Dus... Klopt gewoon. Holy shit, man. Oh nee. Please, niet allemaal met een TikTok worden. Dit ga ik sowieso vergeten. Oh, tuurlijk. Op anderhalf uur zit hij, dus als je me eraan herinnert... Oh, dieve zo. Sowieso. Alles voor de ticking talking. Maar echt. Kijk, ik ga nu... Wacht, 1, 2, 3, 4, 5. Fuck, weer niet. Weer niet genoeg. Okay. Hiervoor verraad, dat is leuker. Dat zijn we wijs maar nooit. Hiervoor vendetta. Oké. Vraag maar af of ze weten wie die wijs man is. F is voor feest, dat doe je met vrienden. U is voor... Ja, jij weet het wel. Welke guy, welke wijs man... zou ooit zeggen, kies voor verraad, dat is leuker. Dat weet jij. Plankton? Oom Iro. Oh. Oom Iro. Oh! Dat is in dat toneel... eigenlijk is het niet dat is in dat toneelstuk. Dan zit hij zo, kies voor verraad, dat is leuker. Wat een prachtaflevering was dat. Hij is een heel kus, bijzonder. Hele bijzondere uitspraak. King. Die king er nog achter. Ja, ja, ja. Hey, dat is Belangrijk, King. Dat het er ook bij wordt gezegd. Ja. Ah ja, wat. Ah, ja. Weet je, ik ben van de federatie van goed geëngelsinkt. Ja. En die staan er gewoon een beetje op, oké? Okay? Mm. En ik weet het, soms iets te extreem. Misschien moeten we daar wel eens in minderen. Het is gewoon een gevoelig plekje. Wat? Ik zie wat je bedoelt. Ik ben hier serieuze shit aan het vertellen. Ik ben hier hele heftige shit aan het vertellen. En jij doet zo van... Yo, niet zo ouwe hoering, Sander. Niet zo ouwe hoering. Niet zo komen praten tegen mining. Wauw. Speederbud. Wauw. Nevermind. Nu wel. Oh ja, dit lukt niet. Oh, Tate Liza. Oh, wat leuk. Ja, die gym heb ik ook al gezien. Maar dat ik niet zo zin in met level... Nando? Ja? Zesde gymming. Nee. Jawel, Eng. Kut. Ja, ik ga het maar gewoon doen. Ja, ga je ik weet niet of het slim is. Maar ik denk het niet. Waarom is dit de verkeerde marketing? Is de verkeerde marketing? Dat is echt niet. Oh fuck, ik deed de verkeerde move. En nu wil die niet wakker worden. Oké. Dat is zonde. Oké. Underwatering! De laatste keer wanneer... Hoog level was hij toen. Daar wil ik niet naartoe, Ing. Die zesde gymming heb ik wel nodig, Ing. Fucking hell, Ing. Milan wil het zo spannend mogelijk maken. Dus die vindt gewoon de gyms na elkaar. Eerst met de vijfde gym en nu ook met die zesde.
Het is weer een underwatering. Daar heb ik helemaal niet... af. Fuck dit. Nee, ik kan niet dat. Nee. Stop met kijken. Oké. Okay. Zou maar tegen je kijker zeggen. Stop met kijken. Doei. Ja, ik zou dat nooit zeggen, maar... Hey, iedereen zoals zijn eigen dingen. Trouwens, kan je niet die geile Pokémon niet vinden? Jinx? Of niet? Jinx? Wat? Nee. Wat? Milan's voorkeuren. Wow, die worden hier gewoon keihard geleakinkt. Gewoon op tafel. Trouwens, hey, Milan, ik snap je voorkeur wel hoor. Nou, dat wou ik zeggen. Het is wel een buikpokémon. Wat? Heeft die levitate? Die heeft levitate. Oh, nee. Dat je dat niet wist, Sander. Heeft Meditite echt levitate? Nee. Nee, dat dacht ik al. Waarom leek het er dan op? You do, waarschijnlijk deed hij... Hij deed detect. Ja, tuurlijk. Waarom ben ik zo'n dom mannetje? Omdat je niet heel sterk in bent in Pokémon Kennising. Maar dat is niet erg in. Hey, ik heb Engels in Kennising. Ja, daar moet je ook wel heel sterk in je schoenen voor staan om dat te kennen. Dat dacht ik. Ja, dat geloof ik. Heb ik met je gedanst? Ik hoop dat Illumise het leuk vond. Ga je dansen met Illumise? Ja? Heb je daar problemen mee? Ja. Ja, jij wil zeker weer dat ik met jou ga dansen. Ja. Maar weet je, dat heb ik al vaak genoeg gedaan nu. Wat? Stiekem zeker. Ja, heel stiekem. Ja, dat is al niet eens door. Boring. Je lag knock-out van een feestje en toen zat Sander gewoon met jouw dronken slapende lichaam te dansen. Ik snap het al. Hij dacht ook met Leens Arceus dat we elkaar toen voor het eerst gezien hadden. Nou, hij mij wel, maar ik hem niet hoor. Nee, zeker niet. Al lang gezien. Hey, dit is heel erg poggers. Milan, raad eens welke gym ik heb gevonden. De zesde. Yesing. Ja. Oh, wij zijn zo slim, hè. Dat vind ik zo jammer, hè. Dat dacht ik eindelijk een keer te kunnen winnen. Mag ik een PP maxing voor de flying? En even kijken, wat hebben we nog meer nodig? Mag ik een... Ik heb met Boba Fett gedanst? Nee! Ik wil niet met Boba Fett dansen. Oké. Okay. Gaat Boba Fett? Een heel klein beetje heel erg. Heel dan mijn Pokémon. Vind ik niet zo leuk, hè? Boba Fett. Heel vet. Boba Fett, heel erg vet. Hij is vet. Boba Dun. Boba Fett. Ik had het ook gewoon niet gehoord. Of hij was niet grappig. Nee, sorry. Wat zei je? Ik heb het ook niet gehoord. Stop je helemaal daar, normaal zeg je mama vet en nu zeg je mama dun. Oh, ik ging zo erg in om een nep lach dat ik gewoon echt moet lachen. Oh jezus. Oh shit bro. Waar gaat het naartoe? Oh bro. Een uur toch? Moest ik onthouden? Ja. Dat doen we anderhalf uur plus 10 minuten, want dit was ook een geniaal momentje. Ja, gelukkig voor jou, geniaal. Ook uploaden. Dit zijn zulke gouden momentjes. Golden momentings. Kijk, mag ik een applaus voor de lieftallige Wynonna? Jan! Oh. Die natuurlijk Parasol gebruikt, dus ik moet weer switchen. Dankjewel, Wynonna. Parasol. Anders was ik mijn Rayquaza kwijt. En dan mocht ik weer helemaal opnieuw hier naartoe. Hij do be singing. Dus je moet gewoon positief bekijken, Inks.
Skarmarying is doding. I do be having the badging. En nu kan ik eindelijk flying. Oh fuck, en dan moet ik ook nog tegen deze chick vechten. Doei. Ja, dat heeft geen zin. Want alleen de trainers. Milani. Het is om nu file safe. Slot 2. Even kijken. Ik heb met je oma gedanst. Stiekem. Vond ze het leuk? Ik weet het niet. Dat weet ik ook niet. Ik hoop het wel. Oh, nul respons. We weten niet hoe we erop moeten reageren. Het ligt niet aan jou, Sander. We weten gewoon niet hoe we erop moeten reageren. Ja. Dat is het. Dat is het. Ik weet je, ik hoor het vaker. Het is zo uniek, die uitspraken. Is bijna net zo uniek, nou ja, net zo uniek als die van mij af en toe. Oh, Granite Caving. Daar wordt hij ook stil van. Sorry, wat zei je? Oh, niks. Nee, even kijken, ik heb weer een flying typing, dus dan heb ik... Granite Caving. 1... 1, 2, 3, 4. 4 tegen 1, 2, 3 bug. Oké, okay. We gaan voor flying. En ik weet toevallig een puik flying type die we hier kunnen vangen. Oh ja, natuurlijk. Nou, dus ik moet wel even wat anders eerst fixen. Bij Do We Needing, volgens mij was dat Hearing. Dat was de verkeerde, volgens mij. Waarom deed ik het? Dat was zeker de verkeerde, hier moeten we niet zijn. Het was deze. Nee. Weet je het al? Nee, ik weet het niet, Milan. Ja, ik heb een fout gemaakt. Op die puikplek, weet je wel, waar je alles kan kopen. Het winkelcentrum. Oh. Mag ik de winkels... Kun je even naar Albert Heijn gaan? Ik zal Appie chappen. Oeh, ik heb hem gevonden. Oké. Okay. Mag ik alsjeblieft wat grape balls? Mag ik alsjeblieft wat... Ik heb hier zoveel moeite voor gedaan. En als we nu gaan kijken in de bag... Hebben we 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschillende pokeballen. En koop maar gelijk 35 van die kringen. En dan gaan we weer. Ik heb een leuke Pokémon in mijn hart. Maar alleen voor jou. Kabooming! Nou, het heeft even geduurd hoor, maar... Wat heeft hij gevonden? He's got him. Comment typings, let's go. Oké. Okay. Doe maar die. Doe maar die. Dat is doe maar die. Ik ga gewoon zo level. Jouw scarnation. Rayquaza. En nu moet je wel in de bal gaan. Wacht, maar één van jullie had toch ook al de masterball? Ja. Maar ik wil hem niet op gebruiken. Maar Electrode heb je nog niet. Nee. Fuck! Sander, je bent echt een lul. Ja, dude, ik weet niet eens meer waar ik... Oh, wacht, ik weet wel. Dat was Sander. Oh, daar heb je me echt heel flink geholpen. Oh, dat was dom. Dankjewel, Helling. Oké, okay, en ik heb de Skarmory. Sorry. Dan gaan we... Bij Mylan. Ja, ja. Ik dacht er niet over na. Nee, dat blijkt. Moet er 117, waar is dat? Ah, sorry. Fuck.
weet het ook allemaal niet meer. Even kijken. Kon dat Pokémon weer vervangen? Oh, Dio Skarmory komt er sowieso in. Oké, okay, Growfall kan weg. Die hebben we niet meer nodig. Beautifly kan weer in party. Dan hebben we 1, 2, 3, 4, 5 Flying Types. Oké. Okay. Oh ja, gaat flying. Ik ben voor normal gegaan uiteindelijk. Trouwens. Normal? Perfecting. Oh, dat is ja. Wel... Want ik had Telo twee keer, Whismur twee keer. En toen heb en je geëvolved. Ja, en ik had Skitty, Slakoff, nog een paar. Goeie. En ik heb uiteindelijk die Swellow niet eens hoeven evolven. Trouwens. Dat is wel helemaal pijnlijk. Ja, anders dan had het echt lang geduurd, want ik zat echt heel erg lang met dat evolven. Was ik bezig. Dat was sad. Ja, dat was zeker. Oh, fuck. Ik heb natuurlijk die gym nog niet gedaan. Laten we eerst dit even fixen, want dit is wel handig. Dit is ook een easy peasy lemon squeezy Pokémon, als ik hem kan vinden. Nee. Oh, fijn. Ik had moeten saven. Nee. Ja, of ik moet gewoon nu... Ja. Ach, loop ik tegen een trainer aan. Weet je dat dat nog... Oh, misschien kan ik daar naartoe vliegen. Alleen dat ik daar nog geen enkel huisje heb gezien. Dus dat is misschien wel interessant om te doen zo. Oké, je bent allemaal nooit geweest. Nee, zie je. Ik ben nog helemaal niet in Dewfort geweest. Dat is wel puik. Is helemaal niet puik, want ik ben er nog helemaal. Ik kan er ook niet naartoe vliegen. Niet? Nee. Oh. Dat is wel minder puik. Ja, gaan we er maar in. In area trap. Voltoy. Ah, dan ben ik soft locking. Even researching. Echt, ik kan het wel opgeven. Nee. Jawel. Oké, deze mag ik ook opvinken. Want voor het laatst heb ik gesaved. En dan gaan we hier naartoe. Ik weet niet of je dat hier kan vinden. Ik vind het echt heftig dat je... Dat je zo snel bent gegaan. Dat van mij? Ja. Oh. Hoe dan? Ja, gewoon. Ik vind gewoon de Pokémonings, de Rayquazaing heel erg geholpen en de Flying al helemaal aaning. Nee, deze hier wil ik niet naartoe trouwens. Wat is? Waar zit ook weer een hele makkelijke center? Ik weet niet, ik weet bij deze rom echt totaal niet waar de goede centers zijn. Moet maar hierin gaan. En ik doe maar een safe stage. Want volgens mij heb ik nu genoeg flying types. Maar ik weet niet zeker. Wacht, ik heb nu net een Telo gevangen. Ik heb 1, 2, 3, 4 en dan Beautifly. Dat is volgens mij 6. Maar ja, ik zal ze wel in mijn party zo meteen doen als ik een center vind. Want dan hebben we volledig bewijs. Dat is wel handig. Oké, gaan we weg. Laten we gewoon runnen, kutbeest. Ah, niet weer dit. Misschien is dat hier was, joh. Zieke met het gedanst. Deze zocht ik. Escape room. Oeh, dit biedt perspectieven.
Waar is die derde gym ook? Wat biedt perspectieven Milaning? Nou, dat ik weer ergens kwam waar ik nog niet geweest was. Dat is wel nice. Ah, hier is de PC. Oké, let's go. Mag ik van jou de Telo? Gaat die eruit? Vervangen door Beautifly. Oh ja, natuurlijk. En dan gaan we voor de mooying. Flying. Ah, fucking... Wobbuffet. Ik haat mijn leven. Wobbuffet. Niet zo pokervet. Kijken. En dan doen we voor deze ook nog even... Yep, levitate. Ik raak altijd in de war als iets gerandomized is naar exact waar het naartoe hoort te gaan. Dan wordt het al helemaal een flinke zooi. Ja, dat ken ik wel. Daar heb ik ook wel vaak last van. Dit was volgens mij niet heel goed. Oké, nou. Ah ja. Ik heb mijn Party of Six heb ik weer terug. Goed zo. Oggers. Die was ik namelijk kwijt. Ik weet niet hoeveel jullie hebben meegekregen, want ik zat vooral in mezelf te balen volgens mij. Ja, wat was er gaande dan? Nou, ik was dus dood gegaan ergens. Ja. Alleen ik had geheeld bij de Elite 4 Poke Center mannetjes. Oh. En toen had ik mezelf softlocked, want daar... Ja, daar kwam ik eigenlijk niet. Nee, dat heb ik ook. Dus toen moest ik wel. Dat is heel zuur. Ja, dat vond ik dus ook. Maar ik heb nu in ieder geval Wishmurry terug. Of Loudred. Dus dat is in ieder geval terug. Maar laat me gaan, Golbat. Dank je. Oh ja, volgens mij moet ik alleen nog maar een Fire-type. Ja. Want ik heb Baltoy. Ik heb Flying Type heb ik al genoeg. Oké. Ik moet weer... Oh ja, ik weet alweer waar Norman zit. Of was dat de vorige keer? Fuck. Nou, volgens mij weet ik wel waar hij zit. Ik weet niet wie waar at the moment zit. Maakt niet uit, Ing. Je hebt me al genoeg geholpen, Sandering. Ja, godverdomme. Nee. Deze overwinning... Als ik win, dan is deze overwinning voor jou, Ing. Ja, vind ik ook. Dat gun ik hem. Het gaat allemaal niet lekker. Ja. Wat was dit? Ja. Maar jij hebt ook al zoveel... Like, wat kan ik nou nog echt krijgen wat jij nog niet hebt? Oké, dat was Norman. Oh ja, Pokémon with Levitate. Daarvoor had ik die Trapinch natuurlijk bij me. Dat is eigenlijk zonde. Jij mag surf leren voor rest. Die Duskull. Oh, ik moet niet hardop denken. Nee, dat is niet zo handig. Maar ik heb die al afgestreept, dus voor mij maakt het niet zoveel uit. Is misschien handig voor Milaning. Wacht, dat is een hele maanig meer. Is dit niet zo handig om te doen? Maar... Oké. En dan zat er hier nog eentje. Kijk, hebben we nu alle trainers gehad? Nee, hier nog één. Oké, en dat is gym 2. Milan, jij had gym 1 gevonden, hè? Ja. Ja, die heb ik nog helemaal niet gezien. Ik heb gym 2 nog niet gezien. Ah, oh, ja, die heb ik nu helemaal gedaan. Gym 7 wel, maar die ben ik helemaal vergeten waar die zit. Die, oh, ja, ik ben niet meerdere malen weggekomen. Niet zeggen, Sandring, want ik weet het ook niet, maar het helpt ons allebei, dus...
do be keeping it in a secret. Ik zal niet zeggen dat het een sleepwoord is. Maar eigenlijk zegt hij dat nu wel. Oh, kut. Oh. Wacht, ik raak heel erg in de war. Kan je Roselia niet vinden in Emerald? Nee, trade. Volgens. Dat is lame. Volgens... Ja, ik ga niet zeggen volgens wat, maar... want dan word je weer boos. Klopt. Maar het kan gewoon niet. Volgens bronnen. Het iets met een Bulbasaur te maken? Nee. Wel met een Stadia. Och, hij heeft er weer een, hoor. Ja, Fire-type, hè. Dat zijn de makkelijke. Oh, 6 different types. Misschien heb... Oh, Pokeballs. Hey, weer een center. Ja, ik heb ook nog steeds maar 5 poke... 4. Nog slechter. Ik moet andere Pokemarts vinden. Want dan kun je altijd van die loveballs en zo kopen, maar... Nou, in deze game niet, hoor. Hoe vind je dan andere Pokeballs? Nou, gewoon de Pokeballs die er wel bestaan in deze game. Ja. Oh, alleen die niet, maar... De diveball dan, of de netball, of de crazyball, of de islandball, of weet ik het wat. Grote bal. Grote ballen, ja, die. Grote bal. Oh, grote bal. Ook een hele mooie bal. Dat is wel zo mooi. Had je al gym 8 gevonden, Milan? Nee. Nou, ik ben nu met gym 8 bezig. Dit was dom. Het zou wel fijn zijn als je gewoon niet de trainers moest doen. Ja, echt. Ik wou het net ook al zeggen. Van, oh, ik haat het nu dat ik weer een trainer battle stap. Maar... Inderdaad. Inderdating is het. Inderdating. Maar wel goed geprobeerd hoor. Ja, ik doe mijn best. Ja, nou, dat hoor je ook wel alleen. Ja, soms. Ja, ik ben niet de mastering of de Engelsing languaging. Nee, maar hier. Kijk, hier zie je dan wel weer toch dat je echt, echt, echt goed je best doet. Ja. En dat vind ik wel heel fijn om te horen als Engels professor mastering. Dat vind ik wel boring. Oké, en dan gaan we hier naartoe. Apple doet zo'n bite. Ah, Lombre, hoezo ga je nou healen? Dat is tegen de regels, in. Ja, dat nee? Noemen ze ook wel cheating. Nee! Wanneer heb ik het laatst gesaved? Oeh. Dat klinkt niet best, in. Oké. Ah, net die laatste niet. Oh. Oké, geluk bij een ongeluk. Heel dom. Ai, dat is badge 8. Oké. Levitate, oké. Het is wel een kutplek. Had ik nog een escape? Wacht, heeft elke ding levitating? Dat weet ik namelijk niet. You do be levitating. Waarom staat er nou weer zo'n vrouwke voor? PC, ik wil gewoon even gaan naar de PC. Even PC, even checking. Checking. Memory. Levitate! Thank God, Duskull. Dankjewel, Ing. Oh, die maar echt, Ing. Die werkt mee. Goed bezig, Sandering. Dat is zo'n goede Pokémon, Ing. Daar hou ik wel van, hé. Hey, goeie Pokémon, ing. I love goeie Pokémon, ing. Oké. Okay. Weet ik niet meer waar ik zo net mee bezig was. Oh ja, Pokémon vinden. Maar ja. Hoe doe je dat, hè? Hoe doe je dat? Ja, ik weet het niet. Pokéballs bedoel ik. Ja, de Pokéballs zijn wel heel moeilijk te vinden. Dat denk ik ook. Wacht eens eventjes. Als we teruggaan. Nee. Naar.
Ik weet in ieder geval dat je in de subway, of nee, de boot kan je een diveball vinden. Maar je moet dan een specifieke kamer natuurlijk hebben. Ja. En dat is best een kutting. Normaal gesproken zou ik zeggen, oh, dan doe ik dat eventjes. Maar nu gaat dat niet op, want ik weet niet. Ja, waar. Dat ken ik. Ik weet niet waar alles zit en het frustreert me. Eerlijk gezegd, soms een beetje. Dat valt wel te begrijpen. Dat probleem. Nee, dat valt helemaal niet te begrijpen. Nee. Nee. Nee, jij begrijpt dat niet. Jij kent dat probleem niet. Laat me rust. Je begrijpt mijn problemen niet. En je doet gewoon alleen alsof. Maar er klopt helemaal geen hol van. Geen holing. Geen holing van. Die mensen die dan doen alsof ze je probleem begrijpen, maar ondertussen snappen ze er geen hol van. En dat vind ik zo frustrerend. Misschien nog wel frustrerender dan het echte probleem ooit was. Oh. Dat is wel heel sadding. Yo, is dit zo'n... Weer doodlopend. Nee, dit kan. Ik snap nu wel waarom ik dacht dat ik daar al geweest was. Dat ik moet weer even makkelijker pakken. Tijd voor weer makkelijk in. Oké, ja. Makkelijk in. Hoppa. Waar weer dood. Oh ja, die kon ik ook vangen. Maar ik had geen surf toen. Een wingeling. Inbekeking. Nee, bel Roxanne. Je had me net al gebeld. Roxanne. You don't have to put on the red light. Roxanne. En hele goede chickie met een Pokémoning. Met stenige Pokémons. Yes, yes. Maar je hebt Roxanne nog niet gevonden, toch? Ik ben hier. Nee, ik ook nog niet. Ik kan het je ook niet vertellen overigens hoor, want ik heb geen idee. Het zal weer verstopt zitten ergens. Ja, het was wel sketchy, ja. Ja, dat ken ik wel. Oh. Die... Hutsie-flutsie-kidee. Oeh, hutsie-flutsie-kidee, ja. Waarom zien al die binnenstadjes er hetzelfde... Of binnenstadjes? Wat heeft hij nou hier dan? Hoe kom je nou weer aan een Big Pearl dan? I do be searching a lotting. Ja, ik ben klaar. And I do be luckying. Lucky boy. Ik heb echt heel veel huisjes in Zoetopolis nog niet gecheckt. Nou, dat zal je niet heel veel lang missen. Nou, dat klinkt al veelbelovend. Doors closed. Leuk man. Dit ken ik wel. Dit ken ik trouwens wel. Wat? Ik ook alweer bij het begin. Wat is dit? Ik word weet je het zeker, Milan? Ja. Waarom vind ik dan Gym 1 in Zoetopolis? Is dat echt zo? Ja. Oh, never mind. Maakt niet uit, ding hoor. Het was oprecht niet zo van om je af te leiden. Nee, maar ik vergeet hem ook wel eens locatieing van een gymming. Ik moet zo meteen even kijken hoeveel badges ik heb. Ik heb in ieder geval wel eerst gym 3 gedaan voordat ik gym 8 had gedaan. Hé, hey, verstandig. Dat was waarom doe je bezig. Dat nou weer? Dat vind ik echt de domste volgorde ooit. Domste tactiek ooit. Ja, nee. Ga gewoon jezelf even... Oh, dit is easy win, Milan. Ik moet alleen nog maar gym 7. Nice. Kijk, en die zat volgens mij... Hier. Dan gaan we een safe state. Bim bada boom, hier is gym 7. Nou, alleen nog alle trainers doen en dan kan ik die ook weer afvinken. Nee, dat hoeft niet. Nee, niet? Are you sure about that? Nee, dat hoeft niet per se te doen hoor, voor mij. Nee, oké. Dan zal ik me maar weer inhouden. Goed zo. Ja, doe dat maar. Oh, ik heb de acrobike in. Ik weet al waar ik de volgende keer niet meer word voor uitgenodigd. Wat een gezeik zeg. Oh shit, boy.
Ja, ik mag alleen nog maar met de Crystal Bingo meedoen, omdat ik de shiny luck niet heb. Inderdaad. Oké, maar weet je, Milan, om het af te ronden moeten we wel eigenlijk hebben dat jij een shiny vindt. Eerlijk. Mm-hmm. We kunnen het niet afsluiten zonder dat. Kijk, dat. Dat. En dan. Baby gunstig. Kom maar met die double battles. Double battling. Double everything. Oké, en dan. Hier naartoe. Hoe doe je dit trouwens in 10 seconden? Er was nog één dat je in 10 seconden over die bike path moest gaan. Ja. Ja, als je van bovenaf naar beneden gaat, kan je best wel snel hoor. Ja, ik heb nog. Ik weet niet eens. Ik weet niet eens hoeveel. Wat mijn record daarbij is. Want ik vond het altijd zo stom. Ja, dan moet je echt niemand battelen. Misschien dat dan. Battel ze dan al die trainers eerst. Ja. Dan hoef je dat niet meer te doen. Oké, volgende stap. Ik denk dat ik op zoek ga naar Mount Chimney. Ik ben daar ooit eens een keer geweest. Moet ik dit weer gaan zien? Mount Chimney. Van die kan ik je vertellen waar je dat kan vinden, man. Ja, hoeft niet, maar. Nee, dat ga ik ook niet doen. Maar het zou wel leuk zijn. Gewoon om wat besluiten. Oké, wat is dit ook alweer? Subtopolis. Heb ik trouwens alle huisjes al gecheckt. Deze nog niet gecheckt. Wat was dit? Een victory roading, oké. En ving ening. Wat was dit? Daar kom ik net vandaan. Wat was dit? Daar kom ik ook net vandaan. Kan wat aankomen. Hey. Ik vind het echt kut. Want ik kan dit. Nooit die. Oeh. En mijn geldbedrag, zeg maar, wat ik nu heb, eindigt dus op een 9. Dus ik kan nooit door spullen. Te kopen. Nee, je moet gewoon een aantal keer doodgaan. Ja. Ik zou je vertellen, trouwens, Nando, dat hier geen beauty te vinden is op Mount Chimney, hoor. Niet? En je hebt de dingen zo gedaan. Tegen Magma dingen is gevochten. Tegen ja. Maxi. Nou ja, er staat op de Pedia pagina staat dat ze dan moeten spawnen. Ja, maar dan gaat hij weer haat op de Pedia eens. Nou, dat blijkt maar weer gelijk dat. Nee, dat is gewoon. Moeten we even. Dan moet je waarschijnlijk nog iets doen. Ik pak de Being wel. En dan pak ik Poke Earth. En dan pak ik Hoenn. En dan zoeken we naar. MT. NT? Nee, MT. Mount Chimney. En dan mag ik de Gen 3 counterpart. Ruby, Trainers, Expert, Shelby. Serbi zegt ook dat... Serbi zegt ook dat ze daar spawnen. Level 22. Level 22 Meryl, dus. Ja, dan moet. Ja, ik weet ook niet. Maar je hebt dat al gedaan en je bent dat nog een keer geweest. En ja. Er is gewoon niets. Er is helemaal niemand. Misschien omdat het dan zo erg kapot gerandomized. Of gemapt door dinges is. Dat het ook weer. Net zoals met Torment. Ja. Zodat het gewoon onmogelijk is. Zullen we gewoon iedereen die afvinken? Beauty? Nee, niet? Laten we maar gewoon zo, maakt het niet uit. Oké. Ik heb trouwens Groudon gevonden, maar ik heb mijn masterball niet meer. Dus dat vind ik een beetje zonde van mijn tijd. Ik moet even nadenken hoe. Want... Oh, nice! 2-1. Oké. Okay. Oh, hij heeft de Pokémon gevangen. Welke heb je gevangen?
Ja, je mag wel zeggen welke je hebt gevangen. Holding ja, dan item. Dan gaan jullie die ook... Nee, ik bedoelde meer van... Welke heb je gekregen? Maar je hebt bij... Ik heb een Pokémon met een item en een Pokémon level. Ja, precies. Ik vang maar gewoon wat Pokémon en hopen dat ze een item hebben. Ik weet wel wat de vorige keer wat een item had. Ik had dus volgens mij de vorige keer een Geodude met een item. Een Geodude, had hij een Hardstoning? Nee, volgens mij Everstone. Oh ja, dat kan ook. Nou, ga erin. Oké. Dit moet wel genoeg zijn. Oh, ik heb... Wat heb je? Of 6? Ja, ik weet ook niet wat slim is om te zeggen. Hoe pils ik kan zeggen, zeg maar. Gezien je stand kun je eigenlijk bijna alles zeggen. Oké, ik heb gym 6 gevonden. Denk ah, lekker. De flying one. Hey Milan. Ja. Yeah. En ik mag hem maar één keer afkruisen, dus ik heb echt heel veel mazzel. Holy shit. Wat? Wow. Holy shit, dude. Oh. Oké. Wie dan? Catch holding an item. Ja, welke Pokémon? Ik kan het wel zeggen. Ik heb een Linoon gevangen met een Oranberry. Wauw. Want de Linoon line kan dat hebben. De Sixagoon ook? Ja, maar die kans is wel heel klein. Want ik heb ook een aantal Sixagoon gevangen en die hadden niks. En die Linoon is ook maar een paar procent kans dat die dat heeft. Dus ik heb een aantal gevangen en de derde of zo, of de eerste of de tweede Linoon, die had een Oranberry. Nou, dat kan ik net zo goed ook zeggen, want jij hebt hem nou toch al. Ja. Ik had een Solrock gevangen met een Sunstone. Dat was ook wel een goede level tape ook. Heb jij heel veel massa dat hij een item had? Yep. Dat is ook maar echt een paar procent kans. Kijk, wat heb ik nog niet wat jij wel hebt? Alleen Volbeat. Ik weet wel wat Toxic is, maar ik ben nog niet in die locatie geweest. Dus ik weet ook niet... Ik ben echt zo verward. Ik weet niet meer waar ik naartoe wil en moet. Ik ga even met je meekijken. Sander, ben je al? Heb jij al iets met Fly? Hoe doe je? Kan je al Fly? Nee. Want je had de zesde gym gevonden, dus. Ja, dan ging ik dood. Ah. Dus. Oké. Wacht eens eventjes. Nou ja, sowieso kan je 0 pokédollar easy winnen. Het is gewoon als je meer dan of minder dan 100 hebt, gewoon doodgaan. Een aantal keer. Dat is in ieder geval wat ik had gedaan. Ja, dan kan ik beter eerst shit kopen. Gewoon weer die fucking 1% Volbeat die ik niet tegenkom, hè. Die Milan geluk kan ik niet hebben. Oh nee, het kan mij niet overkomen dat ik die 1% krijg. Kan leren. Het wordt gewoon niet, nou ja. Ik weet ook niet meer waar ik zo net dat ding heb gevonden. Oh. Weer een Illumise. Waar zit die dan? Wat? Illumise? Ja, waar kun je die ook? Die zit links van Malveld. Ja, links van Malveld. Volbeat overigens ook. Ja, maar die Volbeat is 1% kans. Dus ja. Dat is wel te proberen misschien. Nog één encounter. Nee. Oké, nog één.
Gewoon om het nog een keer mijn gezicht te douwen dat het een ding is. Okay, fuck you. Fuck you, I'm out. Fuck you, I'm out. Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. Wat is dit? Cave of Origin, hebben we niks aan. Nee, wil je de origine niet weten? Nee, niet de origine. Alsjeblieft niet. Niet de origine. Wat is dit? Oh, dat is niet zo... Dit is wel zo tof. Seaforn Cavern. Ik ben gewoon dit hele potje niet in Duwvoort geweest. Nee, ik ook niet. Ik hoop dat je het leuk vond. Succes. Sorry, heel flauw. Rock smashing. Rock smashing. Oh, ik dacht dat je wou zeggen rocks en... Wat is er, Milan? Niks. Ik zong heel hard rock smash. Ik dacht dat je what zei. Nee, ik zei rock smash. Ah, rock smash. You don't have to put on the rocking smashing. I do be smashing some rocking. Wat is okay, dit? Oké, where is grass in? Mount Chimney. Milan, ik vind wel gewoon die beauties op Mount Chimney. Bij mij staan ze niet. Ja, daarom wou hij dus ook niet dat we ze allemaal aan gingen vinken. Omdat ze er gewoon wel zijn. Ja. Wacht, links van Marvel was die Illumise guy? Ja. In de Grass. Yes. Heel laag in counter rate, zeker. Yes, kom je alleen maar van die audition en die... Nee, Illumise is iets van... 30%. Oh. Hey, ja, ik zie het. Ik zie hem. Ja. Volbeat is de boosdoener. Ik doe mise. Doe nou even. Ja, dank je. Ja. Toch nog iets aan kunnen vinken. Ah, je hebt wel redelijk wat. Volgens mij heb je wel meer dan de vorige keer. Eentje. Ja, één? Ja, één meer dan de vorige keer. Ja, dat is toch wel wat. Wacht, ground, de... flying en fire type. Oh, wat zonde. Dat ik heb echt zowel een Vulpix als een Torkoal meerdere keren tegengekomen. Vooral die Torkoal meerdere keren. Oh, je hebt de dinges niet. Maar die heb ik toen nooit gevangen, omdat ik dacht dat is niet nodig. Ik was vergeten dat dat een ding was. Nou, net als dat jij vergeten was... dat Electrode en Magneton een ding was. Ja, ik dacht met die Pokémon's dacht ik gelijk, oh, dat moet in... New Marvel. Of hoe heet dat? Ja, New Marvel heet dat. Okay. Ja. Oh, en dan kom je weer in Magnite uit. Dus toen dacht ik, ja, dat heeft geen zin. Dus ja, thanks voor die reminders. Ja, dat was echt kut. Dat je zo wil winnen. Nee. Nou, ik denk dat hij het zonder ook wel had gewonnen, aangezien hij bijna een volle bingo kaart heeft. Ja, nou ja, die pokeblocks zijn heel kut. Dus, nou ja, die pokeblocks hoeven helemaal niet kut te zijn als we gewoon contest hadden gevonden. Ik heb die gevonden. Oh, nou dan had je gewoon pokeblocks kunnen. Ja, maar je moet toch berries hebben daarvoor? Ja, ik heb gewoon overal nergens. Ja, heb jij berries dan opgepakt? Ja, ik had ze expres opgepakt voor die pokeblocks eventueel. Oh, jij bent wel zo'n slimme dude. Ik ben zo'n domme dude die het niet heeft gedaan. Het is dat je het zelf zegt. Ja, ja mag ook wel. Mag ook wel worden gezegd hoor. Ja. Ik bedoel, dat was gewoon een easy kaartje. Een vakje kunnen zijn. Dit is weer zo'n irritante Elite 4 membering. Oh, netbal! Nou, dat is weer een pokebal erbij. 1, 2, 3, 4, 5! Yeah! Nog eentje! Daar struggelde ik heel erg. Die was ook zo makkelijk. Hey, ik heb een HM voor kut gevonden. Nice. Nice. Die was de vorige keer heel erg belangrijk. Yup. Toen had ik die gevonden. Ik weet ook echt niet meer waar ik hem had. Ik ben ook in een ander huisje die de vorige keer heel belangrijk was. En nu kom je ze wel tegen, hè? Yeah. Fuck, die dudes zijn ik nog denk niet dat weg. Het tijd is. Wacht even. Ik wacht even. Ja, oké.
nog wel even een Fakida fan. Ik ging weer als een speer en toch wist hij het weer te. Hé, hey, jij staat tenminste niet laatste met echt iets van 5 dingetjes aangevinkt. Nee, maar ja, je hebt gewoon 9 dingen, Sander. Niks aan de hand. Nee, minder toch? Nee, je hebt er 9. Het staat er echt bovenin, hè? Stel dat je er 9 hebt. Ja, ik zie dat niet. Kijk, wat mis ik nog in? Nou, ik zou wel graag naar de Mos Deep weer willen. 6 different Pokeballs. Waar hebben jullie die laatste Pokeball dan vandaan? Bedankt voor het kijken. Nou, we sluiten hem al af. Zo. Ah, het is toch 9:30? Het is toch 9:30? Ah ja, dat is waar. Nou, voor mij is het nog 1 minuut. Maar misschien klopt mijn computer niet. Ah nee, mijn telefoon zegt gewoon 9:30. Ja. Hij maar heeft weer gewonnen. Die laatste Pokeball. En welke was dat? Ja, Masterball. Ik heb zoveel Pokeballs gevonden. Netball heb ik gevonden. Nestball heb ik gevonden. Ik had op een gegeven moment een Diveball. Ik had Nest, Premier, Pokeball, Greatball, Ultraball, Masterball. Ik ben niet erg slecht in. Maar misschien komt het ook omdat ik deze game original niet heel goed ken. Welke kindje ken je heel goed, Sander? Ja, Diamond and Pearl. En ik denk Soul Silver en Heart Gold en Gold en Silver ook wel. Ik hoor het al, Milan. Volgende keer gaan we of Crystal Platinum doen. Ja, Platinum kunnen we wel Map Randomizer Bingo doen. Die hebben we al een tijdje gedaan. Ja, dat is wel leuk. Ai, doen we die de volgende keer. Mensen, bereid je voor de volgende aflevering. Want dan gaan we dat doen. Ai. Gefeliciteerd, Nando. Dankjewel. Jullie hebben het ook heel goed gedaan. Ga ik winnen. Ja, is goed. Geen enkele die jullie wel hebben. Terwijl TM06, die is toch heel makkelijk normaal gesproken. Toxic zit in die cave als je door Mount Chimney heen gaat. Zeg maar naar die route. Oh. Ja, Fiery Path. Alleen moet je strength hebben. Ja. Ik zie jullie heel graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe bingo. Adios, amigos. Joe.